Wat hebben we geleerd vandaag? Nog een basisveronderstelling, er zijn er 8, dus ik heb het al een paar keer gezegd. Dus deze keer, mensen maken de beste keuze die er op dat moment is. Dat vind ik ook een hele mooie in de zin van, is eigenlijk een vorm van flexibiliteit tegenover jezelf ook. Dus zeker mensen die aan het ontdekken zijn dat ze hoogbehaafd zijn, dat ze snelle denkers zijn, die dan de hoogbehaafdheidskenmerken beter leren kennen, dan de hoogbehaafdheidsmodellen leren kennen, hebben dan ook een bepaald moment, en dat noemen we eigenlijk het rouwproces, het besef dat, had ik dat toen geweten, dan zou ik wel helemaal andere beslissingen nodig hebben. Dus door van deze basisveronderstelling uit te gaan van, op elk moment in jouw leven maak je de beste keuze op dat moment, met alle kennis die je op dat moment hebt, ontstaat er een soort rustgevoel. Omdat je zoiets hebt van, oké, wat ik wist, ook bij ons in onze opvoeding, met alle cursussen die wij gevolgd hebben rond de groei van kinderen, positive discipline, mindset, hoeveel fouten, tussen quotes, fouten die wij dan ervoor maakten in de opvoeding naar onze kinderen toe. Ja, dat is waar, maar met de kennis die we toen hadden en de overtuigingen die we toen hadden, hebben we op dat moment het beste gedaan dat we konden doen. Dus we maakten de beste keuze op dat moment. Weet dus ook voor de toekomst dat analysis paralysis, dat je niet oneindig moet blijven overanalyseren wat jouw volgende stap kan zijn. Op een bepaald moment moet je de stap zetten met de kennis die je hebt en vooral kracht is flexibiliteit eraan toe te voegen. Als het dan misloopt, falen bestaat niet, alleen feedback. Daarmee aan de slag gaan, die feedback verwerken en dan een nieuwe keuze maken of de keuze bijsturen, die flexibiliteit, om naar het doel toe te werken. En vooral vergevingsgezindheid van uw vorige keuze. Als je er dingen uit geleerd hebt, was het ook sowieso een goede keuze. Het is altijd een goede keuze als je er wel ook mee aan de slag gaat en er iets uit wilt leren. Dus mensen maken de beste keuze die er op dat moment is. Vind ik eigenlijk ook een hele mooie. Ben mij er ook van bewust dat de keuze maken soms wel moeilijker is. En dan kan, zeker voor zo'n geval, en ik volg nu zelf ook coaching ervoor, kan het zijn dat een coach een soort spiegel die de juiste vragen stelt en die op het juiste moment even wel duwt op het pijnpunt waar dat je tegen botst, kan coaching wel helpen. Individueel of in groep, de keuze is daar erin aan jou. Maar ik zelf heb nu ook individuele coaching voor mijn professionele keuzes scherp te krijgen. Naast natuurlijk de Chromie Coach, want daar moeten ze mij niet meer van overtuigen. Vandaar ook dat ik die kennis heel graag deel hier. Maar soms kan dan wat coaching wel helpen om jouw keuzes, één keuzes in het verleden, misschien rond te reflecteren. Bijvoorbeeld, heel concreet, de NLP-cursus heeft mij geleerd dat ik te weinig tijd gepakt had voor het rouwproces. En eigenlijk de pijn van het ontslag geen plaats had gegeven. En dus ook keuzes in het verleden en dingen die in het verleden gebeuren, is het beste op dat moment. En moet je mee aan de slag gaan om uit te kunnen leren. Dus de emotie rouw is daarin zeker belangrijk. Wat ook bij veel hoogbehaafden in een ontdekkingsreis is. Dus ik zou zeggen, voor uw volgende keuze die je maakt, weet dat het de beste keuze is op dat moment. Reflecteer even, babbel met iemand indien je twijfelt, maar maak dan de keuze. Keuzes in het verleden waar je in aan topjagen bent, gebruik daar de zin, het was de beste keuze op dat moment. Achteraf bekeken was het misschien een kemel van een keuze, maar op dat moment was het de beste keuze die je kon maken. Als je later ontdekt dat het toch niet de juiste keuze was en je leert eruit, kracht is flexibiliteit, er bestaat geen falen, alleen feedback, dan ga je sowieso een mooi traject verder kunnen zetten. En ga je positief aan de slag met jouw ervaring. Dus ik zou zeggen, uw volgende keuze, het is weer de beste keuze. Als je even nadenkt en dan vooral doet en leert. En flexibel het gebruikt. Veel succes!